een Bugatti. Oh. Holy shit, ouwe. Dat is voor het eerst keer in het zien. Een RS5 en een RS6 naast elkaar. Yes, yes, yes. Goedemorgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag is het tijd om naar Duitsland te gaan. Zoals je ziet, voor mij doen ben ik ontzettend netjes, haren gedaan, net merkkleding aan, what the fuck. Is ook de enige merkkleding die ik heb, want ik geef er helemaal niks om. Maar vandaag is het tijd om naar Duitsland te gaan voor de onthulling van de nieuwe RS6. De nieuwe RSQ8, de nieuwe RS7 en dat is gewoon helemaal lijp. Ik heb er super veel zin in, jongens. Ik film vandaag met een andere lens, die is iets meer ingezoomd, die is iets beter van kwaliteit. Dan kan ik wat mooie shots maken. Ik ga samen met iemand van Audi, Marcel heet die, gaan we samen naar Düsseldorf in een hele dikke A7. Ik rijd met mijn RS3 naar Amsterdam. Daar stap ik over op een A7. Laat ik mijn RS3 in Amsterdam staan bij Audi. En ja, dan gaan Marcel en ik gaan op reis samen. Het is één overnachting. Vanavond zijn de onthullingen van de auto's. En dan morgenochtend gaan we weer terug. Lekker hoor, lekker prima reisje. Ik ga mijn rugzak pakken en dan ga ik er vandoor. Hoe is het? Ik vind het zo raar dat ik netjes gekleed ben. Ik voel me echt gewoon... Ik voel me een normaal persoon. Dat is bijna wat ik wil zeggen. Die Marcel van Audi, die ken ik een heel klein beetje. Ik heb geen idee eigenlijk wie de fuck het is. Maar hij vroeg me mee of ik mee wilde. Dus ja, daar ga je geen nee op zeggen naar zoiets leuks. Maar ik hoop dat hij een beetje gezellig is. Want ja, we moeten de hele middag in de auto zitten. Als het goed is komen we 5 uur aan. Worden we gelijk ontvangen door Audi. En dan gaat het al gelijk beginnen. En dan worden we helemaal onthaald. En het is allemaal super deftig. Super exclusief. En ja, ik kan erover blijven lullen. Maar ik ga gewoon rijden. En dan gaan we de A7 instappen. Ja, oké. Okay. Mijn moeder staat me lekker uit. Doei, mam. Doei. Hola, hola. Wie geht es dir, Audia? Welkom terug. Het is wel wennen met deze lens, hoor. Want normaal film ik echt van heel dichtbij. Maar nu moet ik echt wel van ver. Anders zie je alleen mijn neus. Want ja, die kan je niet missen, natuurlijk. Maar in ieder geval, ik ben er. Terug bij Audia. En even kijken waar Marcel is en waar de A7 staat. En dan, ja. Oh, ik moet poepen. Waarom moet ik precies nu poepen? Ineens gewoon uit het niets ook. Marcel, die komt er zo aan. Ik heb de sleutels al gehad. En kijk eens waar ik bij sta, jongens. Oh, die is even dik. De nieuwprijs hiervan is 126.000 euro, zei hij. Hij wist het niet zeker, maar het zal het waarschijnlijk wel zijn. Quattro. Van dit ding moet ik wel even wat mooie shots maken. Dit is hem, jongens. De Audi A7 waar we vandaag mee op pad gaan. Kijk dat infotainment. Ik ben zo fan van deze twee touchscreens. Echt. Oh, ik vind het zo dik. Let op, hè. Oh, niet normaal. Kijk hoe groot. Kijk hoeveel ruimte. Hoeveel liter zou dit zijn? Niet normaal. Hop, knoppie. Dan gaat die hele achterruit. Gaat weer dicht. En dan sluit hij zelf natuurlijk. Dit is de achterbank. Ik heb mijn tas al neergelegd. Hier ook geen frame om het glas. S-line. En een lekker windje met mooi weer. Er staat ook natuurlijk S-line in de deur. Hij is volledig S-line uitgevoerd. Virtual cockpit. Nou ja, jullie zien het hier. Keyless entry. Voor je sleutel heb je dan hier een houdertje. En dan doen we voet op de rem. Waar zit de startknop? Oh, hier. Wow. Oh, de stoel gaat naar voren en... Alles gaat naar voren. Dat is zo'n instelling, dan wordt die helemaal op jou afgestemd. Stuur komt naar voren, stoel gaat omhoog, stoel gaat vooruit, stoel gaat achteruit. Oké, okay, we kunnen nog 940 kilometer rijden, we hebben een volle tank. Hier, kijk maar, 940 kilometer. Met mijn RS3 is dat de helft. Dus ja, maar dit is ook een diesel, die is wat zuiniger natuurlijk. Jongens, ik mag gewoon rijden. Ik mag rijden. Het is 2,5 uur, 3 uur rijden naar Duitsland. Misschien wat sneller als we een beetje gaan planken. Marcel was aan het omkleden en dan kwam die eraan, dus... Oh, dit is ook wel lekker hoor. Panorama dakkie. Dit is Marcel, dames en heren. Marcel, ik ben helemaal voorbereid. Kijk eens naar mijn hoesje. Zo, dat ziet er goed uit. En kijk eens naar mijn riem. Dat is in stijl. Dat is in stijl, ja, hè? Je bent meer in stijl dan ik ben. Ja, RS, Audi, helemaal Audi gericht. Oké, okay, laten we gaan rijden, man. Ik ben benieuwd. Hoe vaak maak je dit mee, dames en heren? Dit is de eerste keer dat ik ook een RS3 tegenkom. Een RS3 sedan. Daar zo. Bijna met hetzelfde kenteken. Dat is voor het eerst dat ik een andere RS3 tegenkom. Sedan dan. Sportback heb ik wel al gezien. Marcel,
Marcel, ik heb een vraagje. Toen je mij uitnodigde voor dit, toen zei ik, ja, we kunnen ook met de RS3 gaan hoor. En toen zei je, nou, ik heb een hele mooie A7 staan. Toen zei ik, ja, maar we kunnen ook met de RS3. Ja, maar ik heb een hele mooie A7 staan. Is het omdat we anders te hard gaan rijden over de grens? Ik ben bang voor wel, ja. Ja, daarom rijden we in de A7, hè. Ja, dat had ik al voorspeld. Je moet toch een beetje comfort hebben, hè? Ja, ja, dit is zeker comfort. Nou, die RS3 is ook heel comfortabel. Zeker. Maar, behalve als je 280 gaat rijden. Ja, dan is het een ander verhaal. Jongens, zoals jullie zien hebben we even omgewisseld. Deze auto rijdt lekker. Dat is echt ongekend. Zo comfortabel. En ondanks dat hij zo groot is, voelt hij helemaal niet lomp aan of zo. Het is echt Audi ten top. Voor de mensen die zich trouwens nog afvroegen wat er onder de motor ligt. Het is een V6 Turbo met 286 pk. Zeg ik dat goed? Quattro. Dus vierwielaandrijving ook nog. Top. We zijn trouwens echt net de grens over. En we rijden Duitsland binnen. Nog 52 kilometer te gaan. En dan zijn we in Düsseldorf. Bij dit soort grote evenementen of nou ja, georganiseerde dingen is het soms best lastig om te filmen of je mag gewoon helemaal niet filmen. Het is sowieso super vet dat ik hierheen ga samen met Marcel. Maar de vraag is, mag ik filmen? Als ik niet mag filmen, ja, dan kan ik jullie helaas niet meenemen. Maar dan weet ik alvast hoe alles eruit ziet. Mag je denk je filmen of niet? Denk het niet. Denk je het niet? Nee, hij is echt nog heel erg geheim. Hij is echt nog heel erg geheim, jongens. Dat is jammer. Ik kan jullie wel beschrijven hoe hij eruit ziet natuurlijk, achteraf. Het mooiste zou zijn als ik kan filmen. Maar waarschijnlijk mag het niet, dus dat is helemaal kloten. Maar alsnog is dit zo vet dat ik hiervoor ben uitgenodigd. Düsseldorf! Dat is nog best mooi hier, joh. Gave brug. Rivier. Kleine skyline. En een mooie toren. Jongens, dit is niet normaal. Hier een R8. Kijk, een RS6. We lachen ons rot. We rijden... Een Bugatti! Oh, holy shit, ouwe. Dat is voor het eerst dat ik een in het echt zie. Helemaal wit interieur. We rijden hier door een parkeergarage. We zien echt letterlijk tientallen RS6'en. Dit is niet normaal. Er staan hier auto's. Je wordt gek. Oké, hier. Laten we even kijken. Staat er weer één, hoor. Een RS6. Een witte Q8 hier zo. Nog een RS6. Wat de hel? Deze hele parkeergarage staat afgeladen met RS6'en, joh. Een RS4. Kijk. Die is ook prachtig. Ja hoor, nog één. Nog een RS6. Doe normaal. Hier nog even een G-Wagon. Zal vast geen AMG zijn. Is het een AMG? Ja, het is een AMG. Het is natuurlijk een AMG. Een SQ7. Jongens, wat staat hier? Kijk dan. Een RS5 en een RS6 naast elkaar. Kijk deze RS6. Hohoho. Ik sta net te dichtbij eigenlijk, maar... Wat een bak, joh. We zeggen allebei tegen elkaar, dit hebben we nog nooit gezien. Zelfs niet bij een evenement. Hij werkt al super lang bij Audi. Hij zegt, dit heb ik zelfs nog nooit gezien bij evenementen van Audi. Zoveel RS6'en bij elkaar. Hoeveel zouden we er gezien hebben, denk ik, nu in totaal? Ik denk een stuk of 20. Een stuk of 20 gewoon. Alleen in een parkeergarage met 2 verdiepingen. We hebben een parkeerplekje gevonden hier zo. Natuurlijk naast een RS6. Maar die A7 is ook, ja... Wat een ding, jongens, hè? Wat maak ik allemaal weer mee? Zo vet, die doorlopende strip. We hebben allebei een envelop gekregen met informatie. En, kijk eens, Mr. Don de Jong. Hierin zit ons pasje. Even kijken waar we heen moeten. Hier hebben we ons pasje. Ik moet rechts. Jij moet links. Nou, ik zie je zo. 5:45. Yo. 5:45 worden we opgehaald met een bus zo meteen. Dit is mijn kamer. Laten we eens even kijken of die... Dit meen je niet, hè? Heb ik dit weer... Jongens, heb ik dit weer? Wil dit niet doen? Of heb ik 1706? Ze zeiden echt net aan de balie 706. Godsamme, heb ik dat weer, hè? Volgens mij was ik wel bij de verkeerde kamer. Volgens mij moet ik wel bij 1706 zijn. Marcel? Ja! Ja! Hé, dankjewel, man. Hier, we doen even het licht aan. Oh. Oh, lijkt mijn badkamer. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Heilige poep. This is my hotel room, ja. Yeah. Is this a beautiful bed? Is a mirror? Is a lichtbank? Ah, dear Mr. De Jong. Thank you, man. Een andere mirror. Veel spiegels hier, ja. Hier heb je zo'n dildo. Die kan je zo... Ja, oké. Okay. Nee, dat gaan we niet doen. Ze zeiden, je hebt een heel mooi uitzicht. Eerst zien dan geloven. Kan ik dit omhoog doen ergens of zo? Dit. Zocht ik. Wat een uitzicht, gek. Marcel zei tegen mij, ik heb helemaal geen uitzicht. Nou, ik wel, gek. En hoe? Hoho. Ik moet plassen, dus ik loop naar de badkamer. Hé? Zit er geen wc in? Oh, wacht.
Dit meen je niet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in een hotelkamer. Er zit gewoon een aparte wc in. Ik ga even lekker plassen, mezelf opfrissen. En dan ga ik een zwart blouseje aantrekken. En dan gaan Marcel en ik gewoon in een bus. En dan gaan we naar de review. Jongens, ik maak de gekste dingen mee, man. Ik space me fucking hard. Vloggen kan ik. Zingen nog steeds niet. Holy shit, hij spuit hard. Zoals jullie weten, probeer ik mijn haar langer te laten groeien. Alleen ik vind het nu echt, ja ik weet niet, ik vind het nu een beetje niet eruit zien. niet dat het normaal er wel goed uitziet, maar hè. Ik wil gewoon, als ik een petje op doe, wil ik gewoon mijn haar naar achter en dat het er zo onder vandaan komt. Dat lijkt me gewoon gruwelijk. En als het dan echt lang is, dan ga ik het millimeteren. En dan heeft niemand meer wat te zeggen. Bente, mama... Nee, ik ga het gewoon lekker doen. Grapje, ik ga het nooit doen, want dan heb ik grote ruzie. Dan heb ik straks geen haar meer, en geen goede band met mijn moeder, en geen vriendin meer. Dus dan verlies ik gelijk drie dingen. En ik ben aan het kutten met mijn knoopjes, jongen. Ik kan niet eens zo'n blouse aandoen, want dat ben ik niet gewend. Het is hier wel goed snikhit, hè? Heb je hier ook airco? Ik doe het raam gewoon even open. Oh, fuck. Oh, dit heb ik ook net gekregen. Audi Area RS. Nou, staat de hele planning op. Het eindigt vanavond om 12 uur. Dus het duurt van 6 tot 12. Maar als je wil, gaat er ook nog een shuttlebus terug. Kan je al om 11 uur terug. Nou, top. Helemaal top geregeld. Ik ga gelijk naar beneden nu. Bro, het sneeuwt. Zie je het op camera? Het sneeuwt. Wat is dit? Hè? Waar zit de knop? Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Wat een avond, jongens. Ik moet echt met jullie bijpraten. Het is al 4 uur. Ik heb zoveel te vertellen. Oké, ten eerste, de RS6. Zo dik. Het verslaat volkomen de oude RS6. Echt volkomen. De nieuwe RS7, bizar. De RSQ8, bizar. Maar de RS6, ik... Het is echt niet normaal. Een white body pakket zit erop. En hij is zo puntig en agressief aan de voorkant. Ik kan het niet beschrijven. Helemaal kloten dat ik het niet mocht filmen. Het was een geweldige avond. Er was een diner verzorgd. Een hele show. En ik heb allemaal nieuwe vrienden gemaakt. Kijk dit trouwens. Hier komt even een stukje. Dat was roomservice die we besteld hadden. En wie is we? Twee mensen die 30 jaar ouder dan ik waren. Ik heb geen idee wie ze waren. Maar het was super gezellig. Ze waren letterlijk 30 jaar ouder dan ik. We zijn hier beneden nog even een biertje gaan drinken. En lang geleden dat ik een biertje heb gedronken. En het was gewoon super gezellig. Die mensen met wie ik net aan het chillen was. Die waren denk ik een jaartje of 50 en 40. En die kwamen uit Brabant. Super gezellig. Gewoon oprecht. Kijk, ik ben 19. Maar age is just a number. We hebben super hard gechilled. Het was alleen maar gezellig vanavond. Veruit was ik de jongste. Gewoon met alles. Gewoon bij iedereen. Maar het was zo mega gezellig. Ik weet niet waarom. Het was gewoon echt top. Maar jongens, die RS6. Die RSQ8 was dik. Die RS7 was dik. Maar die RS6, ik heb... Ja, ik hoop ooit het geld te hebben, want holy shit. En RS6 is al een van mijn favoriete Audi's, maar de nieuwste RS6 die gaat uitkomen. Echt, wat de hel, man. Echt, wat de hel. Dit is echt next level. Jullie gaan zo, zo geilen op die auto als die uitkomt. Echt niet normaal. Ik kan erover blijven praten. In ieder geval, wat een topavond. Super erg naar mijn zin gehad. Ik ga lekker dit bedje induiken. Ik krijg inmiddels ook een lange, lamme arm van het vloggen. Oh shit, Ik hoop niet dat ik tegenlicht had van die tv. Ik ga even lekker mijn tandjes poetsen. Dan ga ik het bedje induiken. En dan ga ik jullie morgen weer zien om 5 uur. Oh, wat jammer jongens dat ik niet heb kunnen filmen. Het was echt super geheim. Iedereen moest zijn telefoons inleveren en zijn camera's. Dus het kon gewoon echt niet. Maar binnenkort gaan jullie de RS6 zien. En ik zweer het je, het is het wachten waard. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Liep je mij? Ja, mijn pasje doet het niet. Ik loop even met je mee naar beneden.